Gelooft u in sprookjes? Ooit gekust door een fee, misschien op een bezem gevlogen met een heks, of frietjes gegeten met een reus? Ah, zie ik u knikken, ja? Ah, nee? Knikt u van nee? U daar en u? U misschien? Serieus? Laat me niet lachen. Iedere dag opnieuw laat u zich ringen, loren, bekoren, bekruipen, bedruipen, bederven. Ja, ik zeg het, de waarheid laat u onder uw gewillige oren dagelijks sterven. Feiten worden iedere dag verkracht door tovenaars die op schermen hun nieuws in glazen bollen toveren, door kwade madammen die met droomspiegels dag in dag uit kijkers verlammen. Vertel eens, kunt u tegenwoordig echt nog uw ogen geloven? Weet u echt nog het voortdurende gebrabbel, geneuzel en gemurmel van elkaar te onderscheiden? Weet u echt nog evenwicht te houden op de balk die de waarheid van de leugen scheidt? Ik weet het, ik doe u onrecht. U bent beter, u bent immers niet voor niets naar hier getogen. U heeft een neus, een fijne neus, een instinct, een talent, een gave. U bent oprecht, integer, niet langer meer geknecht door mediaprofielen. Ik reken u tot de oprechte alchemisten die niets liever willen dan leugens tot zuivere waarheid smelten. Naar wie bent u vanavond ook alweer gekomen? Ik zeg het u. Naar een roepende in een woestijn vol nepnieuws. Naar iemand die in alle deemoed rivieren van waarheid wil bevaren. Naar iemand die orkanen van illusies weet te trotseren, die zich een weg door orakelende oerwouden zal banen, enkel en alleen om massa's het manna van waarheid te brengen. U bent gekomen om uit de dood van fake nieuws te worden gewekt. Kom tot mij. Ja, kom maar, kom. Kom tot mij om niet langer in duisternis, maar in het licht van waarheid te leven. Ik nodig u uit. Ik nodig u uit om iedere dag opnieuw de zoetheid van uw eigen wereld te proeven. Een wereld waarvan alleen u weet dat dit uw wereld is. En geloof me, dit is echt reëel. Dit is het nieuws van de toekomst. Dit is zonder de goden te verzoeken een vaccin tegen virale prietpraatprofeten. U heeft een neus. Een fijne neus. Een instinct, een talent, een gave. Ik heb ook een neus. Een scherpe neus voor nieuws waar geen geurtje aan zit. Een digitale neus. Dit is de app die data besnuffelt. De app die fake nieuws ruikt. De app die waarheid van leugen weet te scheiden. Ik heb de neus. Een door mij uitgekiende app die raast over digitale velden en wegen en die in no time webcam, Snapchat, Facebook weet te doorgronden. Kortom, die alles met enen en nullen in een door u gewenste wereld weet te boetseren. Ik heb de neus. En stelt u zich eens voor dag in dag uit van waarheid naar waarheid te kunnen zappen. Uw waarheid. Waar, wat en wanneer u maar wil. Ik heb de neus. En wilt u zelf het smeltende ijs op de Noordpool scannen? Of misschien uw eigen bootjes vol vluchtelingen op de Middellandse Zee spotten? Speurt u liever op eigen houtje naar soep van plastic in de Stille Oceaan? Geen nood. Dag en nacht kan ik met mijn nieuwsneus-app uw wereld scheppen. Iedere dag opnieuw zult u uw waarheid beleven. Vertrouw gerust uw eigen ogen,
oren en niet te vergeten, uw eigen neus. Ja, jazeker. Ik hoor u nu al reeds door het scherm vragen, hemeltje, wat kost mij deze app wel dan? Hm? Dat is al wel heel duur. Niets. Niente, nada. Voor u van nature fijne neuzen is deze nieuwsneus-app gratis. Gratis en geheel voor niets. Alleen, ik heb natuurlijk wel wat gegevens van u nodig, een paar maar. Een klein beetje, louter en alleen, ja, om mijn app geheel en al naar uw wensen te kunnen modelleren. Kleine ditjes en datjes, naam, geboortedatum graag, bloedgroep ook, adres, aantal leden van uw familie, kleur van uw ogen, politieke voorkeur of afkeur. In een hokje kunt u met een ja of nee aankruisen of u last heeft van roos of van stress. Geheel vrijblijvend vraag ik naar uw religie. Maar dat hoeft alleen maar als u geïnteresseerd bent in nieuws van ethische aard. Tenslotte vraag ik om uw stem. En vergeet daarbij vooral niet uw camera en microfoon blijvend aan te vinken. Zodat u ervan verzekerd bent, spraakgestuurd en met gezichtsherkenning op mijn app door het World Wide Web te kunnen surfen. Allee, kom. Klein beetje van uzelf. En ik geef u een wereld met een extra lange neus voor terug. Benieuwd of Melania echt alleen met haar Trump slaapt? Met een enkele klik laat ik u haar bedstee zien. En wie weet treft u haar wel met Poetin aan. Vraagt u zich af of Boris echt over zijn Brexit heeft nagedacht? Sla ik een gil en ik zend u zijn meest recente hersenscan. Maakt u zich zorgen of in Australië opnieuw bossen zullen ontvlammen? Spreek. En ik laat u nog voor de eerste vonken in no time real-life beelden zien. En natuurlijk zal ik u niet alleen met wereldnieuws weten te raken. Is uw schoonmoeder al van huis naar u onderweg? Hm? Ik stuur u een bericht, zodat u nog tijdig uw biezen kunt pakken. Of volgt er komende week een belastingbrief? Geen nood, ik laat het u weten, zodat u nog tijdig alle tegoeden van uw bankrekening kunt eten. Moeilijk examen? Verbaas u niet wanneer u een week van tevoren de vragen in uw mailbox ziet. Niets zal meer verborgen blijven. Niets wat duister is ontkomen aan licht. Uw neus. Uw neus wordt fijner, uw blik scherper, uw instinct voor waarheid ongeëvenaard. Hoor ik daar misschien een enkeling denken, onze privacy, mijn privacy, de privacy van mijn buren. Welk lot is die dan beschoren? Ach ja, heeft niet alles een prijs, hm? Toch? Waarom zou u mij niet een klein beetje van uzelf geven als ik u in ruil hiervoor een hele wereld met een extra lange neus kan schenken? Toch?